Zelfs in het vanouds gezonde Zweden hebben steeds meer mensen last van overgewicht. Gelukkig doet de overheid er van alles aan om het tij te keren. Zo krijgen kinderen een gezonde warme maaltijd op school. Is het oké? Göteborg staat bekend om zijn voortreffelijke gastronomie, waarbij gezonde voeding voorop staat. En hier heeft Karin een ontmoeting met een Nederlandse Judith. Hallo Karin. Kun je me in het kort vertellen hoe je hier nou terecht bent gekomen? 2002 heeft mijn man hier werk gekregen. En 2 jaar later zijn we hier met de hele familie in de zomer van 2004 naartoe verhuisd. Wat me erg opvalt is dat de Zweden, die altijd heel dun en slank en gezond stonden aangeschreven, steeds dikker worden. Ja, Zweden had altijd zo'n gezond imago. Ik denk dat dat met de komst van de internationale keuken is veranderd. Dat de Zweden veel meer pasta zijn gaan eten. Maar nu is het zo dat de overheid ook gezond eten promoot. Er wordt in de schoolkeukens gezond gekookt. Vegetarisch, er staat ook vis op het menu. Eten jullie thuis ook gezond? De kinderen krijgen dan een warme maaltijd op school en 's avonds kook ik ook. En dat is dan vaak, het zijn vaak groenten en een stukje vlees of een soepje. Karin, heb jij misschien nog tips voor mij waar het gaat om voeding voor pubers? Ja, heel simpel, want de puberleeftijd is echt de makkelijkste leeftijd om af te vallen. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk midden in de groeispurt zit. Ja. Maar het belangrijkste wat je moet onthouden is gewoon echt ritme en regelmaat. Dat is heel belangrijk. En dat je leert de kinderen niet elke dag kleine beetjes te snoepen snijden. Geen chips elke dag, geen snoepjes of koeken elke dag. Maar af en toe echt een moment waarop ze heel veel echt lekker kunnen eten. Ja. En een beetje bewegen natuurlijk. Groot voordeel van bewegen is dat afvallen sneller en soepel verloopt. Het gebruik van een fiets wordt hier dan ook erg gestimuleerd. De fietsen kun je gratis lenen en op een andere plek weer inleveren. En het is natuurlijk een mooie manier om de stad te ontdekken. We staan hier bij het standbeeld van Gustav Adolf. Hij was koning op het moment dat Gothenburg werd gesticht in het begin van de 17e eeuw. En bij het stichten van Gothenburg hebben ze de hulp ingeroepen van Nederlanders. Omdat de Nederlanders ervaren waren in het bouwen op kleigrond. Dus als je kijkt naar de plattegrond van Gothenburg, dan vertoont dat heel veel overeenkomsten met de plattegrond van Amsterdam. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Overgewicht bij jonge kinderen is de laatste 10 jaar verdubbeld. Volgens Judith pakt de overheid dat goed aan. Maar misschien heb je wel zin om even te komen kijken bij ons thuis. Snoep en snacks zijn in de schoolkantine verboden. En ook reclame voor snoepgoed mag niet gemaakt worden tijdens kinderprogramma's. Wat ik bijzonder vind is dat de kinderen hier op school gratis eten krijgen. Hè, en vooral een warme lunch tussen de middag. Hoe doe je dat dan 's avonds? Ja, ik kook wel gewoon 's avonds. Ja, maar ik laat de kinderen wel kiezen wat ze willen eten eigenlijk. Ik vind wel dat ze gezond moeten eten. En ze kiezen ook gezonde gerechten, ook met groentes. Dat werkt echt heel erg goed. Je woont hier wel echt prachtig, hè? Wat Dankjewel. Is dit mooi. Ik kan me voorstellen dat je hier bent gaan wonen. Ja. En dat je hier ook echt tot rust komt. Zullen we daar eerst maar eens even proosten? Dat lijkt me een heel goed idee. Skol.